Blanchard. Wat goed om jullie hier allemaal te zien. Honderden mensen hier in de kerk. Duizenden mensen vandaag buiten. Allemaal hier in Franeker. Het wetenschapsfestival. We zijn begonnen. Geweldig. Ja, zo maak je dit niet heel vaak mee, zoiets. Ik vind het wel leuk, want het is ook een echt kinderfestival. Het is leuk dat je een beetje dingen kan uitvogelen. Wat je hier ziet is de meest briljante popcornmachine ooit. Ik ben natuurkundige, maar ik ben ook dol op popcorn. En ik heb iets bedacht om én popcorn te maken, die is nu daar. En ook dingen te laten zien over wat natuurkunde is en hoe natuurkundige dingen werken. Het is vooral om kinderen te laten zien wat de wetenschap eigenlijk inhoudt. En dat wetenschap ook heel belangrijk is voor de wereld. Was je vroeger ook al geïnteresseerd in wetenschap? Ik was wel geïnteresseerd, maar ik had niet door dat het wetenschap was. Dus ik vond het heel leuk om thuis te experimenteren of een vuurtje te stoken. Dus op die manier was ik wel bezig met wetenschap, maar ik had niet door dat dat wetenschap was eigenlijk. Ik wil vertellen dat ik uitvindingen heel leuk vind. Ik vind wetenschap en ontdekken vind ik altijd wel heel erg leuk. Ja, ik hou ook van proefjes. En de Zuidpool, dat staat aan de bovenkant en de Noordpool aan de onderkant. Dat moet eigenlijk precies andersom. Hoe is het allemaal? Wij hebben allemaal waterproefjes hier. Jullie kunnen als jonge wetenschappers gaan ontdekken. En hopelijk kom je dan later terug voor de watertechnologie. Die we hier in Friesland natuurlijk heel erg goed in zijn. Van de beste van de wereld. Is de wetenschap ook belangrijk en leerzaam voor kinderen? Ja, zeker. Kinderen zijn eigenlijk zelfs de grootste wetenschappers onder de mensen. Ze leren lopen door te vallen. Ze zitten aan alles aan. Ze vinden alles leuk, alles interessant. Wetenschappelijker kun je het eigenlijk niet maken. Oké. Heel erg bedankt. Ik vind het erg leuk wanneer jullie allemaal meedoen. Ik vind het veel leuker dan school. Want nu kun je het ook zien en zelf doen. En op school dan moet je alleen maar kijken een beetje en een beetje schrijven. Ik vind dat ze dit best wel een keer op school mogen doen. IJsje IJsinga woonde hier in Franeker. En vond de ruimte en de sterren en de planeten heel bijzonder. Dit is het model van ons heelal. Hier heb je een soort klokken. Daar kan je ook de zonsopgang en de zonsondergang zien. Het is wel heel bijzonder dat dit er allemaal is. Want je kan eigenlijk vanuit één kamer kan je gewoon het hele heelal soort van zien. Ik kijk wel een beetje filmpjes van uitvindingen en dat doe ik omdat ik het leuk vind en ik wil er meer over weten. Wat vind je van de wetenschap? Het is de grootste samenwerkingsproject van de mensheid eigenlijk. Want het is kennis dat je met elkaar deelt, het is kennis dat je opbouwt. Het is iets wat wij doen al echt sinds de oertijd eigenlijk. Natuurlijk, wat belangrijk is dat je natuurlijk met elkaar daarover praat. En dat je er dan, als je nou vanavond naar bed gaat, dat je er toch even over nadenkt van, wat ga ik nou worden? Ik vind het heel erg leuk om kinderen iets bij te brengen over de natuurkunde, over ons universum. En ik hoop dat ze die motivatie en nieuwsgierigheid ook kunnen vasthouden. Zodat zij later ook een carrière in de wetenschap kunnen opbouwen en de wereld een stukje mooier kunnen maken en de maatschappij een stukje beter. Het is gewoon op een hele leuke manier verpakt met allemaal activiteiten. Het is ook zo leuk omdat je dingen kan doen en niet alleen maar naar dingen staat te kijken. En ik denk dat gewoon kinderen ook wel gestimuleerd worden. Want wetenschap is niet alleen maar dingen lezen en achter een computer zitten, maar ook gewoon heel veel dingen doen. 3, 2, 1...